Goedenavond. Hartelijk dank dat jullie onze uitnodiging aanvaard hebben om over een super interessant thema te komen luisteren. Organiseren van een ondernemerstop voor Vlaanderen is voor de Golf Peterkam zeer belangrijk. En het is eigenlijk een logisch feit. De Golf Peterkam is een bank van de entrepreneurs. Het is een bank van de families. Als we een ondernemingstop organiseren, brengen wij eigenlijk rond een bepaald thema ondernemers samen. AI, Industry 4.0. Kan er iemand eens kort uitleggen wat dat precies is, Industry 4.0? Industrie 4.0 en AI zijn containerbegrippen en transformeren onze business al jaren. We hebben als bedrijf, zoals velen, een enorme rijkdom aan data die we kunnen inzetten met machine learning en met methodes om onze kwaliteit te verbeteren, maar ook om nieuwe toepassingen aan te kunnen bieden. Wij zijn een aanbieder van technologieproducten en wij gebruiken AI om onze producten te verbeteren. We maken het bijvoorbeeld veiliger voor heftruckchauffeurs om rond te rijden in hun magazijnen. Vandaag doen we dat met heel veel zelflerende algoritmes. Dat betekent dat we heel wat data gaan genereren via onze sensoren, die data analyseren. En dan vervolgens gaan wij streven naar perfectie, bij wijze van spreken. Wel, AI is natuurlijk niet iets nieuws. Er is al een heel lange traditie in AI. Het AI-lab werd opgericht in 1983. Waarom zien we nu meer toepassingen? Er waren uiteraard al wel toepassingen, maar die waren misschien minder zichtbaar. Maar de toepassingen moeten soms ook wachten op andere technologische realisaties. Er moet genoeg rekenkracht zijn, communicatie tussen de collectie van de data en de gebruiker. En pas dan kan je een goede toepassing van AI krijgen. Is dit eigenlijk voor elke sector haalbaar, wenselijk, toepasbaar? Volgens mij zullen alle sectoren geaffecteerd worden door de toepassingen van artificiële intelligentie en Industrie 4.0. Op een of andere manier. Ik denk dat er heel wat automatisatie al gerealiseerd is binnen het arbeidersmilieu. Laten we zeggen dat we mensen die aan de band werken ook stelselmatig vervangen worden. Daar kunnen de meeste mensen zich een beeld bij vormen. Maar waar meer mensen zich geen beeld bij kunnen vormen, is dat vandaag ook kennisberoepen dankzij AI worden geïmpacteerd. En dat kan heel breed zijn, van juristen naar architecten, et cetera. Als we mensen daar beter tegen bewapenen, om daar een correct beeld van te hebben, dan denk ik dat we al veel minder risico's hebben. Want vaak zit het risico in het gebruik van AI buiten het domein waar het voor bedoeld was.